Yo mensen, ik ben Ronald van DNVNL, mensen, naar een nieuwe video voor jullie. Vandaag ben ik hier met mijn eerste pack opening op FIFA 19. Ja, jullie zullen je afvragen, Koen, hoe kan dat je al zoveel coins hebt? Dat kan omdat ik gisteren ook al wat packs heb geopend. Alleen, ja, dit was mijn status gisteren. Ik ben nog steeds al een klein beetje verkouden, maar gisteren was het echt heel erg. Ik heb wel het goede spelers pack, namelijk... Oh, in vorm! When I met you in the summer! Oh, ik ga in vorm! Terakosha! Ja, die kan ook gereed van. Man, ja, dat is wel leuk om te hebben. Bavar, hoe doet hij het? Oké, wel een walkout, wel een walkout. Wel een walkout, dit is een walkout volgens mij. Italiaans, spits, Immobile. Oh, Immobile, let's go. Dat is die coin wel waard, denk ik. Deze gaat sowieso veel waard. Nu zag je echt een hele logo en dan weet je van, dit is een walkout. Leg op, border, let's go. Wie is het? Cam, Duits. Oh, Eutziel, lekker, what the fuck. Ziek goed, 86. Oh, hij is maar 86. Oh, ik heb een walkout en skippen. Kut zo, ik heb een walkout en skippen. Oh, Sommer, duplicate, what the fuck. Dat is toch wel heel erg lekker, zeg Gerard. 4 walkouts in totaal. Helemaal niks mis mee. Hopelijk kunnen we nog wat meer eraan vastplakken vandaag. Doe zeker een duimpje omhoog op deze video als je het leuk vindt. Ik ben fucking hyped om packs te openen. Ik ben fucking hyped voor FIFA 19. Love it. Love this game. Ja, laten we gewoon hopen dat we gewoon wat goede spelers gaan krijgen. Een Ronaldo of zo. Een icon. Zoiets. Zou helemaal lekker zijn. Heb je nog geen duimpje omhoog op deze video? Doe dan zeker. Laat even zien hoe hype jullie zijn met FIFA 19. En ik ga waarschijnlijk vrijdag live met een flink grote pack opening. Echt, ik zit wel te denken aan 50.000 FIFA points of zo. Dan ben je wel even bezig. Maar ja, dan ben je wel constant packs aan het openen. En dat is natuurlijk wel leuk. Druk een duimpje omhoog als je het leuk lijkt. En wil je op de hoogte blijven van wanneer ik een nieuwe video upload? Druk dan zeker op dat belletje onderin. Druk even op dat belletje. Lekker drukken. Lekker. Oh, ja, druk. Oh. Trouwens, mensen, heel veel mensen vragen: is ik wat goed online? Op het moment dat jullie dit kijken, hopelijk. Misschien wel, misschien niet. Ik heb geen idee. Hou zeker mijn Instagram ervoor in de gaten. Oeh, Rechocel niet. Zeker niet slecht. 1000 muntjes. Die bewaar ik wel even voordat de hele game uitkomt. Dit is echt zo'n speler die mensen gaan kopen de hele game uitkomt. Hij is wel een flinke pace downgrade trouwens. Een jagerkaartje lekker. En een free pack. 1 goud. Daar zijn we helemaal niet ontevreden. Maar dus hou mijn Instagram in de gaten. Op het moment dat je dat online is. Nou, echt waar, dan laat ik het echt meteen weten. Mijn Instagram is Koen. K-O-E-N. Want hoe cool is het als je iemand volgt die gewoon zijn eigen naam heeft op Instagram? Gewoon K-O-E-N als Instagram naam. 4 letters. Ding, ding, ding. Nou, dat is echt fantastisch. Ik vind het ook fantastisch. Oh, Luke Shaw. Helemaal niet verkeerd. Zien we zo weinig hard? Ik ga hem wel bewaren. Dit is ook zo'n speler die mensen echt gaan gebruiken. Hard ook. Jensie. Ga ik natuurlijk niet discarden. Ik belde ze met EA en zei: Koen, het is tijd voor een walkout. Dus ja. Oh, jammer. Donnarumma. Doe maar. 900 coin. Ook wel een spelertje die wel meer waard wordt. Wist je trouwens dat, zeg maar, die coaches in, niet de coaches, maar die fitness coaches en dat soort dingen. Dat allemaal mensen zijn die bij EA werken. Dat is echt best wel grappig, want, zeg maar, dat wist ik dus eerst niet. En eerst ken ik niet zoveel mensen bij EA, maar nu ken je best wel wat hoofden. Dat is best grappig. En een draftokentje, lekker hoor. Het eerste draftokentje is binnen mensen. Heerlijk. Smullen. Genieten. Fabian Delft gaat vast ook wel iets waard worden als de game uitkomt. Kaartje. Kijk, dan kan je hem nu wel discarden, maar het staat nergens op. Want hij wordt gewoon zeker wel een kaartje. En dan, ja, is toch, loop je de helft van die coins mee ongeveer. Kijk, je 600 of misschien wel 1100, 1200. De kleintjes letten mensen. Coins zijn gewoon belangrijk. Kijk, met 1 speler maak ik geen reden uit. Maar als je het met 10 doet, heb je alweer 5k erbij. Nou, dan kan je een speler verkopen. Oh, Bailly. Oh, dit is lekker. Hoeveel is Bailly waard? Oh, lekker. Lekker, lekker, lekker. Ik dacht skip, man. Het is geen walkout, maar wel een goede pack, zeg. Ik ga hem zeker niet verkopen. Of ik ga hem zelf gebruiken, want hij is echt best wel beast. 85 kracht, 79 sprintsnelheid. Lekker, Gerard. Heerlijk kaartje, zeg. Heerlijk kaartje. Hou die vent. Kijk, nu krijg ik dit wordt hem. Dit wordt een pack die echt alle andere packs overbodig maakt. Toch niet, ja, klopt. Oh, Kimpembe. Oh, lekker. Lekker, lekker, lekker. Hij is ook echt veel waard, Kimpembe. Echt goede kaart, man. What the fuck. Lekker, hoor. Oké, Bernadeschi, 1400. Prima. Even naar transferlijst. Maar ja, kijk, nog steeds geen walkout. Daar baal ik toch wel een beetje van, om eerlijk te zijn, mensen. Hoe kan het nou? Hoe kan ik nog geen walkout gepakt hebben? Ik begrijp geen reet. Als iemand mij even kan uitleggen, mensen. Oh, dan krijgen we hier coins. En Perry. Conditie ziet er goed uit. Hij ziet er zelf ook echt fit uit. Dus al nice. Oh, we krijgen Ruffier. 84, dat is zeker niet slecht. Dus niet zoveel waard, maar ze doen wel even naar transferlijstje. We hebben hier nog een speler. Hoeveel speelt hij leuk? Oh, Red Bull Leipzig. Rip. Ik ben nu wel wat donker. Ik ben een beetje grijs. Ik wil een walkout. Jordini. Die was laatst aan het haten op Welbeck. Hij vond zichzelf niet slechter dan Welbeck. En Welbeck werd wel steeds opgeroepen voor het Engelse elftal. En hij niet. Hij vond dat gemeen. Nou ja, hoeveel recht van spreken heb je? Dat vraag ik me altijd af. Niet zoveel, hè. Een lekker packie. We hebben een contractpakket. Nou, daar worden ze echt helemaal niet vrolijk van. Wel 2 squad fitnesses. Dat is natuurlijk wel lekker altijd. 2 squad fitnesses. 1 walkout moet er wel kunnen. Even serieus. Gewoon even. En dan geen kut walkout, maar even Messi of zo. Dat moet er wel kunnen. Of ben ik nou gek, toch? Ik vraag hem niet te veel. Toch? Jee. Kom op, hé. Geef mij die walkout. Ik denk dat ik dit ding op mijn hoofd zet. Dat ik dan wel een walkout krijg. Kom op. Nee, weer niet. Oh, we hebben een walkout. Yes, let's go. Kom maar. Oh, ik hoop nog een item. Jammer. Oh. Oh, oh. James Rodriguez. Yes, hier. 88. Lekker. Hoppakee. James Rodriguez. Hij is ziek goed. Hij is sowieso ook veel waard. Lekker, zeg. Oh, hij de. Oh. Hier. Yeah. Hier. Yeah. Ik kan echt niet meer dabben. James Rodriguez. Echt wel dikte 16, man. Maar ja, dat is ook de laatste keer dat jij goed speelde. Oh.
Hoe is hij waard? Oh, 50.000? Ik denk 50.000 munt. 50.000. We gaan met z'n Rodriguez. Let's go. Heerlijk packie. Heerlijk. Super blij mee. Op naar de Transfly met event. En Pastore in hetzelfde pack. Die is ja, geen tyfus waard. Toch mijn walkoutje nog binnen. En een goede ook. Dikke 50.000 walkout. Oh, we hebben borden. En ik oh, wat een inform. Wat een inform? Ik skip hem. Oh, Allison. Allison. Allison Becker. Oh, lekker. Zieke packs ineens. What the fuck? Dit is geen walkout dit voor mij. Die is zeker 20.000 of zo. Heerlijk. Gaat zeker mijn teampie in. Ik denk dat ik helemaal even ga gebruiken met teampie. Ja. Oh, Lacazette, hij is traag. Hoe kan dit? Oh, hij is maar 20.000. Zo, hij was zoveel meer waard geweest als hij gewoon pace had gehad. What the fuck? Deze drie packs achter elkaar waren fucking ziek. Holy shit, Lacazette, ziek lekker. Oh, we kennen hier vorm. Gerzo. Oh, oh, Gerzo. Oh, kijk, Arias. Zo, hij is goed. What the fuck? Hij is echt niks waard. Maar hij is wel een goede stat. Oké, mensen, we hebben niet zoveel 4 points meer. Maar 3 packies. 3. Ik hoop wel dat jullie genoten van deze video. Wil je nog meer 94 video's zien? Abonneer dan zeker op mijn kanaal. En dan blijf je op de hoogte wanneer ik weer een nieuwe video upload. Vrijdag ben ik waarschijnlijk live. Heb je daar nou zin in? Kom zeker kijken. Ik weet niet hoe lang ik live ga. Ik denk wel een uur of 2. Zoiets zal het zijn. En dan gaan we gewoon packies knallen. Oh, Fred. Oeh, lekker. Hij is vast wat waard. What the fuck? 20.000! Holy shit! Dikke hype spelen. Deze 5 skills. Hij is 4. Ziek nice. Nog even 20.000 erbij. Lekker Gerard. In ieder geval, heerlijk zeg. En laatste pack kregen we dat nog. Laatste pack mensen. Ik hoop dat je deze video leuk vond. Of een leuk vind. Ik wil like. Wil je nog meer van mij zien? Ik kan hier of hier. Wil je nog mij abonneren? Ik kan ook. Ik kan hier. Ik ga hier nog wat goed in krijgen. Het is wel een rare. Het is niemand minder dan Luke Shaw. Nog een keer. Yes. Lucky. Bedankt voor het kijken mensen. Ik kijk je vooral in de volgende keer. Later.